Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het mogelijk maken dat een deel van de onderwijstijd in een andere taal dan het Nederlands of het Fries in Friesland kan worden aangeboden, te weten in het Engels, Duits of Frans. Bij algemene maatregelen van bestuur wordt het percentage van de onderwijstijd vastgesteld dat per schooljaar in dat Engels, Duits of Frans kan worden gegeven. Nou, in de praktijk zal er nauwelijks sprake zijn van de introductie van Duits en Frans. Mevrouw Siderius wees er al op. Het zal vooral Engels zijn dat aangeboden zal worden. Nou, als voornemen heeft de staatssecretaris om in eerste instantie dit percentage vast te stellen op maximaal 15%. Nou, dit percentage volgt uit een advies van de Onderwijsraad 2008 en uit een proefproject. 15% vroeg vreemde talenonderwijs. Nou, scholen kunnen dus vanaf het schooljaar 2015-2016 met deze wet maximaal 15% van de onderwijstijd in een van die talen aanbieden. Maar dat is zonder deze wet ook al mogelijk. Het is zonder deze wet heel goed mogelijk om meertalig onderwijs aan te bieden. De nieuwe wet geeft wel iets extra's. Het geeft de staatssecretaris namelijk de mogelijkheid om na enige tijd, zonder eerst een nieuw experiment te houden, met één pennenstreek scholen toestemming te geven om dat percentage les in het Engels of die andere talen te verhogen naar, maakt niet uit welk percentage. In beginsel opent deze nieuwe wet de mogelijkheid om zelfs geheel Engelstalig onderwijs te geven. Nou, al sinds 2002 dringen de Europese Raad van regeringsleiders en de commissie aan op wat ze noemen veralgemeende meertaligheid van de burgers. Veralgemeende meertaligheid van de burgers. Ja, ik verzin het niet, staat terecht. In een actieplan preciseerde de Europese Commissie het als volgt. Alle leerlingen moeten worden aangemoedigd om naast hun moedertaal minimaal nog twee Europese talen te leren. De lidstaten moeten maatregelen nemen waardoor in het kleuter- en basisonderwijs op jonge leeftijd vreemde talen kunnen worden geleerd. Einde citaat. Nou, in het elitaire deel van Nederland is die boodschap zeker niet aan dovemansoren gericht. Dit huidige kabinet slaat zichzelf op de borst ook over die internationale kosmopolitische oriëntatie. En die wil men natuurlijk vertalen naar het onderwijs. Nou, de PVV vraagt de staatssecretaris of die kan toelichten hoeveel PO- en VO-scholen nu al meertalig onderwijs aanbieden. Is er iets te zeggen over de stadsdelen waar die scholen zich bevinden? In welke wijken vinden we ze? Hoe is de samenstelling van de leerlingpopulatie als het gaat om autochtoon-allochtoon? Klopt mijn gevoel dat het voornamelijk witte scholen zijn? Kan de staatssecretaris ook toelichten hoe dat nu geregeld is, wettelijk, en wat de meerwaarde zou moeten zijn van die nieuwe wet? Het is zonder deze wet, ik zei het net ook al mogelijk om meertalig onderwijs aan te bieden. En dat gebeurt ook. Heeft de staatssecretaris het idee dat veel scholen door de invoering van deze wet opeens gretig gebruik gaan maken van deze regeling? Mevrouw Sideri sprak er ook over. Daar wil ik ook graag een reactie op. Voorzitter, het is nog steeds de vraag, zeer de vraag zelfs, of meertalig onderwijs wel zo geschikt is als de staatssecretaris doet voorkomen voor kinderen uit minderheidsgroepen die een andere thuistaal spreken dan het Nederlands. De taalbeheersing in die groepen is al problematisch genoeg en het heeft bovendien een negatieve uitstraling ook naar de autochtone kinderen in die klassen en op die scholen. Juist daarom is er beleid ingezet om de kwaliteit van die kernvakken Nederlands en rekenen te verhogen. Nou, verengelsing, of verduitsing of verfransing, maar het gaat echt om verengelsing van basisonderwijs, bereikt wat ons betreft het tegendeel. Er is nog een groep kinderen waarvoor meertalig onderwijs niet de juiste keuze is, namelijk voor die kinderen die te kampen hebben met een of andere leerstoornis. Meertalig onderwijs lijkt echt niet de optimale keuze voor deze leerlingen. Is de staatssecretaris het met ons eens en op welke manier gaat de staatssecretaris rekening houden met die leerlingen? Graag een reactie erop. De Zwitserse taalkundige Simone Pfenninger van de Universiteit van Zurich die kwam tot de conclusie dat jong een tweede taal leren geen voordeel levert boven die vreemde taal op latere leeftijd eigen maken. Meneer Bisschop refereerde er ook al aan. Vroegtijdig aanleren van een vreemde taal kan zelfs op korte termijn negatief uitpakken voor de eerste taal. Ook graag een reactie van de staatssecretaris. Voorzitter, de PVV is van oordeel dat de positie van de Nederlandse taal overeind moet blijven. De deur wagenwijd openzetten voor meertalig onderwijs is wat ons betreft een eerste stap in de verdringing van het Nederlands. Engels is mondiaal onbetwist een dominante taal geworden. En er zijn experimenten met een dominante, prestigieuze tweede taal. En die wijzen uit dat na invoering van meertalig onderwijs al snel de roep komt naar volledig eentalig onderwijs in die vreemde taal. Zeker als die vreemde taal een prestigieuze, dominante taal is. Dat was bijvoorbeeld het geval na de invoering van immersieonderwijs in Nederland. Aanvankelijk vielen de resultaten tegen met de eerste experimenten en toen schreef een professor
professor, de beschikbare gegevens overziende, lijkt de conclusie onontkoombaar dat met alle goede bedoelingen de experimenten in ons land zich tot nog toe juist hebben geconcentreerd op de minst succesvolle vorm van immersion. Het zou daarom aanbeveling verdienen om op zijn minst daarnaast ook in de basisscholen met totale onderdompeling te gaan experimenteren. Totale onderdompeling. Nou, deze linguist, voorzitter, die pleit zonder enig voorbehoud voor het opgeven van de eigen taal in het onderwijs en voor de invoering van de tweede taal, het Engels, als instructietaal voor het Nederlands basisonderwijs. Ja, gekte, wat ons betreft. Onze vrees is dit. Als de tweede taal als onderwijstaal steeds meer de rol van het Nederlands gaat overnemen, wordt het Nederlands feitelijk gedegradeerd tot een huis-, tuin- en keukentaal voor de intieme kring en de huiskamer. Zoals het Frans ten tijde van de Franse overheersing de taal van de bestuurlijke elite was en de cultuurtaal was, om daarmee het Nederlands te degraderen tot de taal van de straat, van de boeren. Zo dreigt dat zelfs nu te gebeuren met het Engels als de taal nou ben ik even de rest van mijn tekst kwijt en die ligt volgens mij op mijn tafel. Wat ik nog wel wil, maar ik ga hem even pakken, voorzitter. Meneer Rog gaat het doen. Die angst bij ons, die leeft overigens, en ook meneer Bisschop, hartelijk dank, refereerde daaraan, die wordt toch urgenter gevoeld bij onze zuiderburen in België, La Belgique, zal ik het even noemen. Nou, datzelfde dreigt nu te gebeuren met het Engels als de taal van de elite en het Nederlands als de taal van het volk. De scheiding tussen de wereld van de elite, van de politiek en de bestuurders enerzijds en de gewone burgers aan de andere kant van de kloof. En die zal ervoor zorgen dat die twee groepen elkaar letterlijk steeds slechter gaan verstaan. Nou, daarnaast is deze beweging voor de PVV het toppunt van cultuurrelativisme. Er wordt de facto afscheid genomen van de sociale en culturele positie van onze Nederlandse taal en daarmee van de drager van de Nederlandse cultuur die onze taal eigenlijk is. En wij overwegen om tegen dit wetsvoorstel te gaan stemmen, voorzitter. Dank u wel. We zijn gewaarschuwd. Voorzitter, dank u. Ja, dank aan de staatssecretaris voor de beantwoording van onze vragen, voorzitter, en voor zijn uitleg. We zijn echter in het geheel niet overtuigd van nut en noodzaak van deze wet om de verengelsing van ons Nederlandse onderwijs ruim baan te geven. En niet alleen dat, met de verengelsing wordt de beheersing van onze nationale taal nog schraler dan die nu al is. Het eindpunt zal zijn dat onze kinderen straks gebrekkig Nederlands schrijven en spreken en gebrekkig Engels. Tel uit je winst. Daarom, voorzitter, een motie. Een motie die de staatssecretaris gaat ontraden en waar alle partijen hier tegen zullen stemmen omdat die compleet contrair is tegen deze wet. Toch dien ik hem in, voorzitter, want ik wil dat het nageslacht weet dat er op dinsdag 24 maart 2015 toch een patriotische partij was die het Nederlands als onderwijs- en cultuurtaal onverkort wilde behouden. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat meertalig onderwijs de eerste stap kan zijn van verdere verdringing van het Nederlands. Van oordeel dat deze nieuwe wet de mogelijkheid opent om geheel Engelstalig onderwijs te geven, verzoekt de regering om de positie van het Nederlands als onderwijs- en cultuurtaal onverkort overeind te houden en daartoe verdere verengelsing van het funderend onderwijs niet toe te staan en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, wordt indien van deze motie voldoende maat ondersteund. Ik stel vast dat het geval is namens de onderhoud van de beraadslaging en is vastgelegd voor de eeuwigheid. Mevrouw Eitma van de fractie van de Partij van de